We hebben nu een paar rondes achter de rug. Er zit ongeveer een miljard nu aan investeringen in. Ja, het is eigenlijk best wel lang geleden gestart... doordat twee van mijn co-founders, Frederik en Joris... die hadden een softwarebedrijf en die bouwden heel veel... zeg maar software voor non-food webwinkels, e-commerce spelers. Eigenlijk ja. door de hele wereld. Ja. En die hebben op een gegeven moment hun bedrijf verkocht... en daar kwamen we toen achter terugkijkend... van ik heb eigenlijk alleen maar voor non-food e-commerce... Dingen gebouwd. En waarom niet voor food? Dus daar is een beetje het idee ontstaan van... Ja. hoe kan het eigenlijk dat in de aller allergrootste markt in de wereld... namelijk food, ja. boodschappen doen is de helft van ons vrij besteedbaar inkomen gaat naar food. Dat in die aller allergrootste markt de penetratie online... het aller allerkleinste was. Ja. Want die was toen 1%. En al die anderen, dus fashion, electronics, Dat eh, begon boeken, echt al behoorlijk te 30%, schalen, ja. Dus 31%. En daar is een beetje het, uh, het idee ontstaan, eigenlijk bij Joris en Frederik. Uh, toen hebben we op een gegeven moment uh, hebben ze er best wel behoorlijk aan, uh, aan zitten rekenen en werken. En toen zijn we via een, uh, een gemeenschappelijke vriend aan elkaar gekoppeld. Dus ik heb met Joris ergens in, uh, ik weet niet meer waar het was, maar ergens in de middel of nowhere om negen uur s ochtends, uh, ja. een uh, bakje koffie gedaan en zeiden, we, joh, we zijn hier mee bezig. Zou je dat leuk vinden om eens mee te kijken? Of misschien betrokken te raken? Nou, ik was natuurlijk met allerlei andere dingen bezig. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben we dus na een paar maanden gezegd... nee, dit is wel zo'n waanzinnig goed idee. Laten we hier samen de schouders onder zetten. En toen een stok in de grond gezet... dan gaan we ook over één jaar de pilot beginnen. Ben je er ook risicovol in gegaan? Hoe zat dat met jullie jaar? Ja, zeker. Dus we hebben natuurlijk uh, uh, zelf natuurlijk geld ingelegd... en daarnaast hebben we een aantal investeerders gevonden... die ook bereid waren helemaal aan het begin... die nog steeds bij ons zijn... Om dus die eerste stap te nemen. En dat zijn natuurlijk enorm hoge risico-investeringen. Ja. Iedereen die natuurlijk in een start-up investeert weet eigenlijk van dat het risico heel groot is. Mm -hmm. uh, die hebben dat gedaan. En die zitten nog steeds aan boord. En die zijn ook al die rondes hebben ze mee geïnvesteerd. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk om in je aandeelhoudersstructuur, behalve dat je natuurlijk zelf een belangrijk stuk doet ook uh, investeerders aan boord te hebben die passen bij hetgene wat je doet en dat heeft te maken met je horizon, heeft te maken met je risico appetite heeft te maken met het feit dat je weet dat je echt ervaren mensen aan boord hebt mm. die ook begrijpen. Kijk uiteindelijk is het zo, als je natuurlijk naar picnic kijkt, dan is het de lijntje gaat zo. En als je natuurlijk inzoomt, gaat het natuurlijk zo. Nou, je wil investeerders hebben die dat snappen. Ja. En niet dat je een investeerder hebt die eerst, de, bij de eerste keer... dat de vrijdag van tegenvalt uh, gaat ja. opbellen. Ja, ja van uh, ik ga eruit. Ja. Uh, nee, want ja. zo'n initiële investering, het was ook niet een start-upje... die zegt van ik heb drie ton nodig en dan kunnen we beginnen. Nee, uh -huh. de eerste ronde hebben we vijftien miljoen uh, geïnvesteerd. dus is een enorm uh -huh. hoog bedrag. Waarom Amersfoort om te starten? Amersfoort zijn we gestart eigenlijk om een paar redenen. Eén is heel belangrijk dat we uh, zochten... eigenlijk een soort gemiddelde stad van Nederland. Uh, uh -huh. Dus je wil, we willen niet in Amsterdam beginnen... want Amsterdam heeft alles al. Uh -huh. uh, we wilden ook niet in een hele kleine dorp beginnen, dus we waren eigenlijk een soort middle of the road stad waar je dus uh, gewoon de gemiddelde bevolking van Nederland vindt. En ja. wat interessant is bij dat is een stad die is gegroeid elke keer dat er een nieuwe wijk werd gebouwd. Dus je hebt allemaal wijken die heel homogeen zijn qua huishouden. Ja. En dus je had wijken waar mensen net kinderen kregen, waar ze net uit huis uit waren, je had de villawijk, je had de stadswijk, dus dat was heel goed te zien. Waar werkt het concept, zeg maar, nou Aha. het beste? Nou, ja, er kwam ja, ja. niks uit, want het werkte eigenlijk overal. Dus dat was al een interessante insight. En als derde was het ook vrij dicht bij um, een stuk van de operatie van een van onze eerste investeerders. Want we hadden natuurlijk spullen nodig. Mm. En hij had daar een distributiecentrum maar niet al te ver vandaan. Dus dat was een combinatie gebruiken. van factoren. Waar staan we nu eigenlijk? Kun je zo cijfertjes noemen op dit moment? Op dit moment? Nu zitten ja? wij, dus in drie landen, we zitten in uh, Nederland. En in Nederland kunnen we ongeveer 75% van de Nederlandse huishoudens bereiken. Ja. Uh, we hebben nu meer dan een miljoen klanten, dat is natuurlijk al gigantisch. In Duitsland zijn we in 2018 begonnen. Alleen in Noord-Rijn-Westfalen. Dus, dus een beetje rondom uh, Düsseldorf. Dan maar ja. Maar ook al serieus groot. Hè, dus dat ja. is natuurlijk, gaat natuurlijk Nederland achterna. En dat is het mooie van Picnic. Je ziet eigenlijk in al die steden waar we starten... hetzelfde lijntje van groei. Dus je hm. weet, oké, okay, na nou, jaar één hebben we zoveel mensen bereikt. Jaar twee zoveel. Dus je kunt het helemaal uittekenen. Hm. En we gaan nu uh, in Duitsland enorm uitbreiden de komende jaar. Dus we gaan naar Hamburg, naar Hannover, naar Berlijn... naar Stuttgart, naar Mannheim, naar Leipzig enzovoort. Het is nu, ik wil niet zeggen, maar het is bijna copy-paste. Het is copy-paste, maar het is. Kijk, dat. Um, ja, nee, het is natuurlijk veel copy-paste. Waar het gaat natuurlijk om het app en alles wat je weet over hm? klanten en hm? hoe je dat moet doen en je hele met operatie. Maar het is natuurlijk wel een nieuw land met een nieuwe taal, met een nieuw type consument. En uh, als je natuurlijk in, in Düsseldorf zit en je gaat naar Berlijn, in Berlijn kent helemaal niemand je. Want uh, Duitsland is net even iets groter dan Nederland, ben ik achtergekomen. Ja. En uh, ja. ook de media is daar totaal anders. Eh, dus, dus je ja, hebt ja. dus echt de regionale media, die lezen ze echt niet in Berlijn. Ja, ja, ja. En voordat je op de voorpagina van de beeld staat, dan mm. uh, ben je wel een stukje dan, Of dan moet je heel erg fout gaan. Of dan moet het okay. ja. heel erg fout ja. Ja. behoorlijk fout ja. Ja. Hey, En Frankrijk ja. zit je ook, toch? Ja, Frankrijk zijn we ook. Zijn we dus vorig jaar mm. gestart, uh, in eerste instantie in Lille, dus in het noorden, zeg maar. Met, met Roubaix en al dat soort steden eromheen. Ja. Valenciennes zijn we echt gestart. En nu gaan we ook dit jaar naar uh, Parijs afzakken. En daar hebben we nu ook al het eerste fulfillment center uh, zijn we aan het inrichten. We hebben de eerste hubs, hè, dus waar we hebben natuurlijk een twee-stappen Dus de, de fulfillment center, daar komen de leveranciers ochtends aan. Dan doen we alles in kratjes, alle boodschappen. Die brengen we dan naar een stad. En in die stad staat een klein hubje. Een city hub, en daar staan die odertjes die naar de klanten thuis rijden. Andere onderwerpen uh, financieren, Een beetje aangetipt al. Dat was natuurlijk in het begin wat hè? 15 miljoen of zo ja. Inmiddels zit zelfs Bill Gates met zijn foundation erin, ja. uh, begreep ik. Dus ja. dat is echt dan. Doe je echt met de big boys mee? Ja. Uh, hoeveel noemen praten over geld? Waar hebben we het allemaal over? Nou, kijk, als je natuurlijk uh, zoals wij uh, zeg maar in die fysieke wereld zit. Ja. Heb je dus voor groei gewoon simpelweg belangrijke investeringen nodig. Ik laat even het softwarestuk even, daar komen we straks misschien ja, op. Ja, ja, maar als je teken. gewoon kijkt naar die fysiek, de infrastructuur die je moet bouwen. Je moet een dus grote fulfillment centra neerzetten. Dat ja. zijn gebouwen van 20.000 vierkante meter. Kun je zelf bouwen, we hebben een paar keer gedaan. Je kunt bestaande gebouwen huren. Nou betaal je natuurlijk ook serieus huur, begrijp je wel. Ja. Dan heb je natuurlijk hubs, die city hubs. Moet je ook allemaal uh, huren, bouwen, inrichten. Mm heb -hmm. hebben natuurlijk autootjes, elektrische autootjes die hebben we zelf Hoeveel ontwikkeld. Hoeveel heb je dan nu? duizend. Ja. ja, die moet je natuurlijk ook op de een of andere manier financieren. Dus er ja. komt ontzettend veel bij kijken in ja. de fysieke wereld. Ja, Nou, dan heb je natuurlijk te maken met werkkapitaal. Je moet spullen inkopen. Nou, enzovoort. Dus dat alleen al, als je groot wil worden, weet je ook. Ja, dat betekent dus ook een behoorlijke financieringsbehoefte. Wil je doorgroeien? En dat ja. is ook een van de dingen die we wel eens de vraag krijgen vanuit de media: van zijn jullie al winstgevend? Ja. En uh, dan zeggen we al heel simpel, en dat is toch ook zo... als we natuurlijk nu stoppen met groeien, ja, dan zijn we winstgevend. Ja. Maar is dat nou wat je wil? Mm. Nee, dus we hebben natuurlijk investeerders die zeggen... Joh, weet je, er is een enorme opportunity nog steeds. Hè. In Nederland 7% van de boodschap is online, dus 93% nog niet. In Duitsland is het veel minder nog. Ja. Frankrijk... Ligt iets anders, maar ook nog mm -hmm. minder. Mm -hmm. Dus dat betekent dat er eigenlijk nog steeds een enorme opportunity is. Mm -hmm. Gaan we nu vijf jaar lang aan iedereen laten zien, kijk eens even, geweldig, we zijn winstgevend, of gaan we vijf jaar lang heel hard groeien om die potentie te benutten? Nou, dat laatste is natuurlijk hetgeen wat wij zelf willen en ook die investeerders uh, ja. graag willen. Een um, stukje geld is dat. En, en, en zo'n Bill Gates Foundation, dat is, want hoeveel partijen zitten er nu in? We hebben nu, uh, zeg maar, in het begin, in de, in de eerste ronde hebben een aantal Nederlandse familiebedrijven meegedaan. Daar is in de tweede investeringsronde in 2017 is daar NPM bijgekomen. Dus dat is een echte uh, dochter van SAV. Ja. En in de derde ronde hebben we eigenlijk met iedereen nog een keer een ronde gedaan. Dus eigenlijk met dezelfde investeerders die hebben weer een ronde meegedaan. En nu de laatste ronde is inderdaad die, die Bill and Melinda Gates Foundation Trust ingestapt. Ja. Dat zijn dus niet Bill en Melinda zelf. Dat is eigenlijk nee. het gedoneerde geld. Wat in de stichting zit voor goede doelen. Ja. Maar dat geld moet wel belegd worden. En dat beleggen ze dan voor de... Hoeveel lucht. geld zit er in, Picknick? in Picnic? In Picnic? Nou, we hebben nu een paar rondes achter de rug. Er zit ongeveer een miljard nu aan investeringen in. <tuneoven>